Met Pinksteren houden we in onze gemeente een actie, namelijk het hart voor het huis. We willen een sterk, mooi huis bouwen waar mensen in en uit gaan met open vensters en open deuren naar de buurt en naar de wereld. Het eerste deel van de actie is Church Online, een digitale kerkdienst die iedereen overal op elk moment, op elk tijdstip kan zien en beluisteren. Een digitaal huis voor de Heer. En daarnaast richt de actie zich ook op de buurt en de samenleving. Bouwen aan een huis voor de Heer. Dat was ook de bedoeling van Haggai. Hij was een profeet die leefde na de Babylonische ballingschap. 20 jaar na de terugkeer in de stad Jeruzalem is de tempel nog steeds één grote bouwval, één grote ruïne. En Haggai spreekt de leiders van Jeruzalem daarop aan. Oh ja, iedereen was ontzettend blij weer terug te zijn in Jeruzalem en begon voortvarend met de herbouw van de stad. Helaas is het werk aan de tempel al snel stil komen te liggen, onder andere door tegenwerking van omwonende volken, waardoor moedeloosheid en apathie toesloeg. En daarnaast hadden de mensen het druk met het bouwen van hun eigen mooie woningen. En dan spreekt God tegen Haggai in hoofdstuk 1, vers 5. Denk toch eens na, zegt de Heer. Waar zijn jullie eigenlijk mee bezig? Jullie hebben veel gezaaid, maar geen oogst. Jullie drinken wijn, maar hebben nog steeds dorst. Jullie trekken wel kleren aan, maar jullie hebben het nog steeds koud. Denk toch eens na. Waar zijn jullie eigenlijk mee bezig? Ga de bergen in, haal hout uit het bos en bouw mijn tempel weer. Dat zal me plezier doen, want dan kan ik daar weer worden vereerd. Vanuit Jeruzalem en vanuit de herbouwde tempel in het midden van Jeruzalem wil de Heer zijn land en volk opbouwen. En vanuit dit centrum zal Israël haar taak en roeping kunnen vervullen, licht zijn voor de volken om hen heen. Het volk van ten tijde van Haggai verkeerde in een economische crisis. Als gevolg van de coronapandemie voorspellen deskundigen ook een economische crisis. Volgens het IMF is deze erger dan de crisis van 2008 en de ergste economische terugval sinds de Grote Depressie in de jaren 30. Bedrijven die omvallen, mensen die werkloos raken, uitgestelde investeringen, huizenprijzen die dalen enzovoort. Hoe gaan wij hiermee om? Gaan we investeren in het bouwen van onze mooie huizen? Of blijven we bouwen aan de tempel van God, Gods huis? Waar ligt onze prioriteit? Als kerk willen we graag een lichtend licht zijn. Voor onze buurt, voor ons dorp, voor onze stad, voor ons land, voor de wereld. Een plek waar de Heer kan wonen. In ons midden. Waar we zijn tegenwoordigheid mogen ervaren. En van waaruit we omzien naar de wereld om ons heen. De inwoners van Jeruzalem begonnen de tempel te herbouwen. En hij werd nog mooier dan daarvoor. Via Haggai sprak de Heer hen toe in hoofdstuk 1, vers 13. Ik ben bij jullie, spreekt de Heer. Hoe het ook komt, wat er ook gebeurt, we mogen leven vanuit de zekerheid dat God erbij is. En waar liggen jouw of uw prioriteiten in deze tijd?